Ja, ik ben Jan van den Akker, ik ben voorzitter van de afdeling Zuid van de BMX. De afdeling valt onder de KMU, dus wij zijn een van de disciplines binnen de KMU van het fietsen. Dus naast het wielrennen, veldrijden, mountainbiken is BMX ook een belangrijke sectie daarin. Sterker nog, is eigenlijk de snelst groeiende tak binnen de KMU wielrensport. De taak van ons als afdeling is dat wij zoveel mogelijk de verenigingen steunen. In eerste instantie in de communicatie naar de KMU toe. Dus als er vragen zijn van de verenigingen, dan proberen wij dat op te lossen. En als wij het niet weten, dan vragen wij dat bij de KMU aan. Daarnaast zorgen wij ook dat dus opleidingen voor trainers, voor bestuursleden van verenigingen, dat georganiseerd wordt. En verder houden wij ons ook bezig met het organiseren van het afdelingskampioenschap. Dat houdt in dat er elk jaar, elk seizoen een 10 à 12 wedstrijden gereden worden bij de verschillende clubs. En dat wordt dan een klassement waarbij uiteindelijk natuurlijk in de verschillende leeftijdsklasses de winnaars bekend zijn. BMX is een snel groeiende sport. Het wint steeds meer in populariteit bij de jeugd. Daar zal het ook niet vreemd aan zijn dat BMX sinds de Spelen in Peking ook een Olympische sport is. Dat betekent dat ook volgend jaar of dit jaar in Londen ook BMX weer op de kalender staat. En Nederland doet het daar ook internationaal erg goed in. Daarnaast is het zeker ook zo dat we met name in Zuid ook zien dat de groei van de sport ook tot gevolg heeft dat er steeds meer nieuwe clubs bijkomen. En ook steeds nieuwe banen. De verschillende gemeentes zien ook zeker het nut in en de populariteit van de sport. Dus ja, her en der zie je dan ook dat er gewoon mooie accommodaties komen. Daarnaast ook in onze afdeling hebben wij een drietal verenigingen, een drietal banen die zelfs op internationaal niveau ook wedstrijden organiseren. Dus zowel Europese wedstrijdrondes als zelfs nog hoger wordt ook in onze afdeling georganiseerd. Verder is de sport de laatste jaren ook steeds interessanter voor sponsors. Het is een sport, zoals gezegd, die enorm aan het groeien is. Voor het publiek heel spectaculair om naar te kijken. En het is natuurlijk een positieve uitstraling wat deze sport heeft. En daardoor is het voor sponsors natuurlijk ook interessant om je naam daaraan te verbinden. Groot voordeel ten opzichte van veel andere sporten is ook dat je met je naam vaak wat verder komt dan alleen plaatselijk. We spreken over heel afdeling Zuid. Dat betekent dus compleet heel Noord-Brabant en een stukje Limburg. Daarnaast zijn er heel veel wedstrijdrijders die ook nationaal en internationaal fietsen. Dus ja, afhankelijk van de behoefte van de sponsor kan daarop ingespeeld worden. Momenteel heeft de afdeling Zuid 24 verenigingen en zoals gezegd de groei in het aantal blijft maar gaan. Er zijn ook meer dan 1000 rijders officieel ingeschreven en een kleine 70% rijdt eigenlijk ook regelmatig wedstrijden, zowel nationale als internationale wedstrijden. Schepers, ik doe aan BMX. Ik zit in het Redline BMX Dream Team. Ik ben al 4 keer Nederlands kampioen geworden, 2 keer Europees kampioen en dit jaar ben ik tweede van de wereld geworden. En dit zijn mijn bekers. Let's go!
make some noise for Raymond van der Biesen! Racing in the number one spot, Darren Erhal from Canada should be racing in the number two. Emilia Fala from Ecuador on the third position. Van der Ik ben Raymond van der Biesen uit Hees. Ik ben geboren in 1987. Ik ben sinds 1991 lid bij de afdeling Zuid. En inmiddels ben ik 4 jaar ben ik prof. Ik heb al heel de wereld rondgereisd voor wedstrijden. En ik heb al op de Olympische Spelen gestaan. Dat is het mooiste evenement op de wereld. De grootste wedstrijd die je maar kunt bedenken. Allemaal met de BMX fiets. En dat is toch wel een hele revolutie die je hebt meegemaakt. Van kleins af aan. Die eigenlijk net begint met BMX'en tot de Olympische Spelen. Ja, dat is gewoon super. En nou weer op naar de volgende Olympische Spelen in Londen dit jaar. En we hopen dat we daar weer aan de start mogen staan. Ben nou dus 4 jaar ben ik prof. Nou, dit kan ik gewoon doen omdat ik in het Nederlands team zit. En het Nederlands team een hele hoop sponsoren heeft. Zonder die sponsoren was het nooit mogelijk geweest om fulltime te kunnen trainen en alle wedstrijden af te gaan. Dus ik hoop gewoon dat alle jonge talenten die nu eigenlijk komen kijken in de BMX, dat die dezelfde mogelijkheden krijgen als wij. Want ja, zonder al die sponsoren was het mij ook gewoon nooit gelukt. Dus ja, ik hoop gewoon dat die sponsoren allemaal zoiets hebben van hey, BMX is gewoon te gek sport. En ik gun het gewoon die jongens om ook in de toekomst te hebben. Net zoals mij eigenlijk, want ja, dat was mij ook gewoon gegund.